Er zijn veel mensen die tegen me zeggen, waarom ga je de lokale politiek in? Denk je nou echt dat je invloed kan uitoefenen? En eerst dacht ik ook dat dat niet zo was. Maar naarmate ik langer in de politiek werk of bezig ben, merk ik dat het wel zo is. Juist als lokale politicus kan je het verschil maken. Ik loop hier rond in de vesting, ik woon hier. Ik ga zaterdag naar de markt, ik kom mensen tegen, ik spreek met de mensen op de markt, wat beweegt hun? Ik praat met ondernemers hier. Je ziet dat je wel een verschil kunt maken in de raad, want er komen onderwerpen op tafel die na aan ieders hart liggen. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de commotie rondom de bouwlocaties. Toen was de raadzaal ineens helemaal vol, dat is heel erg leuk. Mensen doen dan ook echt mee. We hebben toen als D66 ook wel een verschil kunnen maken, samen met onze coalitiepartners, door de wethouder te vragen om het plan aan te passen. En je ziet dat niet iedereen het met je eens is. Dat hoeft ook niet, maar het gaat erom dat je draagvlak creëert. En dat doe je als lokaal politicus door met mensen te praten, naar mensen te luisteren en te zorgen dat hun ideeën met jou mee de raad inkomen.